Droog trainen is voorbij, dan gaan we naar de bulk season toe. En vandaag ga ik het bulk season iets te letterlijk nemen, want ik ga in een uur tijd zoveel mogelijk kilo's aankomen. Ben je nou benieuwd naar deze video? Druk alvast op het blauwe duimpje, abonneer op mijn kanaal en dan gaan we verder met de rest van de video. Eerst gaan we de auto in, boodschappen halen als voorbereiding, zodat we een vol uur hebben om lekker te kunnen eten. We zijn nu onderweg naar de supermarkt toe, maar voordat we naar de supermarkt gaan, gaan we naar een winkel toe waarvan ik bang ben dat die anders dicht gaat zijn als we weer terugkomen van de supermarkt. Hoppa, ook wat goed. Het doel bij de supermarkt is om iets te pakken wat vult, zoals bijvoorbeeld erwtensoep en stokbrood of iets anders dan brood. Dat zoetige, dat heb ik nu al gehad, want vandaag is het doel om zoveel mogelijk aan te komen. En daar heb je natuurlijk niet per se heel veel calorieën voor nodig. Wat zou makkelijk eten zijn? Erwtensoep of tomatensoep? Ja, dat weet ik niet. Je moet toch makkelijk op kunnen eten allebei? Daar heb ik wel zin in, maar het is niet zwaar genoeg, denk ik. Ik heb sowieso nog heel weinig gegeten vandaag, dus... Kwark, zit ook gelijk veel eiwitjes in. Dat is en blijft een fitnesskanaal natuurlijk. Kilo. Ga ik toch niet opkrijgen, maar beter te veel als te weinig. Iets van snoepjes of zo of Milka, karamel. Voor de smaak. Wel met karamel ook, maar een keertje anders. Kijken wat zwaarder weegt. Nee, het is goed zo. Boodschapjes ook klaar. Hebben we alle boodschapjes ook gehaald? Hebben we alle spullen binnen? Ga ik werken en daarna ga ik de challenge doen. Want als ik deze challenge voor het werk ga doen, dan komt dat niet goed. En naast dat ik YouTube doe, geef ik ook personal training voor mijn eigen bedrijf in de sportschool zelf. Dus ja, vandaar dat ik me niet helemaal vol ga eten, zeg maar, voordat ik een training ga doen met mensen. Dan zou ik nooit fit zijn. Werken hebben we erop zitten. Gaan we naar huis toe. En dan gaan we de challenge filmen. Ik heb er zin in. Zo, ben weer thuis en ik ga vanavond de zoetjes voorbereiden voordat het uur in gaat natuurlijk. Want als ik soep ga koken tijdens dat het uur in is gegaan, ja, dan ben ik al wat tijd aan het spillen. Dus ik ga alles eventjes klaarzetten en dan gaan we beginnen. Gaan we eerst nog even, gaan we natuurlijk kijken hoeveel ik nu weeg voordat we de challenge gaan doen. En voordat ik me ga wegen, ga ik eerst de nodige voorbereidingen doen. Ja, voorbereiding is gedaan. Ik ga me nu wegen precies in dezelfde kleding als dat ik me aan het einde van de challenge ook weer ga wegen. 86,9 kilo. En dan laat ik jullie ook een foto zien van hoe ik er nu uitzie ten aanzien van ook na de challenge. Is gestart. Oké, wat mijn plan dus is. Ik begin eerst met de soep. Als ik de soep zat ben, dan pak ik eventjes iets van suiker of zo. En daarna wilde ik overgaan op de kwark. Kwark kan ik ook best wel snel en gemakkelijk veel van eten. En ik ga pas als laatste beginnen met drinken. En dat is eigenlijk omdat als je drinkt, dat krijg je best wel nog wel makkelijk weg. Dus eerst wil ik het moeilijkste eten, wat veel weegt, weg hebben. En daarna pas de rest. Ik heb dus erwtensoep en tomatensoep ook expres voor de afwisseling. En ik heb eigenlijk ook nog nooit een eetchallenge of iets gedaan. Dus wil je dat misschien nou meer zien op mijn kanaal? Laat het dan beneden in de comments weten. En nogmaals, deze video is niet om zoveel mogelijk calorieën binnen te krijgen. Maar deze video is bedoeld om binnen een uur zoveel mogelijk kilo's op de weegschaal omhoog te gaan. En dit doe ik voor de wetenschap, dus doe dit thuis niet na. Erwtensoep laat ik even zitten. Oh, is heet. Oh. We gaan verder met de... tomatensoep.
Ik ben nu 53 minuten bezig. En ik zit nu al een beetje vol. Ik begin het ook warm te krijgen. Ik denk dat ik even ga stoppen met die soep en rustig aan deze beuken begin. En een kilootje kwark is toch ongeveer, wat is het? 91 gram eiwitten. Dat is al meer dan de helft als wat ik normaal, als wat ik normaal neem als mijn dagelijkse doel om binnen te krijgen. Want die zit op 170 tot 180 gram. Nou, ik weet zeker dat ik deze wel op moet krijgen, want kwark dat eet ik altijd makkelijk weg. En die donuts, die ga ik eigenlijk pas eten als ik dit allemaal zat ben en toe ben aan die zoets. Of deze karamelreep. Want ja, dit kan je wel gaan eten, maar ja, dit zijn eigenlijk alleen maar calorieën. En het weegt heel weinig. En je wil nu juist de voeding hebben wat je echt opvult, waar je echt zwaarder van wordt. Op het moment zelf, want als we dit gaan vergelijken. In deze reep, hele reep zit bijvoorbeeld 900 calorieën. En maar 12 gram eiwitten. En in zo'n hele bak zitten 740 calorieën en 91 gram eiwitten. Dus ja, als je moet vergelijken is dit natuurlijk ook sowieso veel beter als we op de calorieën gaan letten dan dit. Tenzij we dus echt een eetchallenge gaan doen waar we veel calorieën willen halen, dan zou dit bijvoorbeeld veel beter zijn, een reep chocolade dan kwark. Omdat dit je wel veel meer opvult. Die is dus helemaal op. De eiwitjes heb ik ook weer binnen voor vandaag. En nu heb ik de neiging om eventjes iets zoets te pakken ofzo. Om nog niet aan die soep te beginnen. Want die laat ik nog heel even staan. En dan pak ik denk wel even één donut. En dan gaan we weer over op wat anders. En ik pak de stroopwafel donut. Ik ben heel erg benieuwd, want ik hoor van heel veel mensen dat deze wel echt lekker is. En dat hier karamel binnenin zat. En als er iemand karamel lekker vindt, dan ben ik het wel. Die was echt top. En ik heb nu 20 minuten lang alleen maar gegeten. Dus nu is het tijd om eventjes rustig aan te gaan chillen. Zo, ik ben er weer. Echt een zieke dip net gehad. Ik ben waarschijnlijk veel te hard begonnen. Ik heb nu nog. Ik ben ook helemaal moe van. Ik heb nu nog 9 minuten. We gaan weer beginnen. En als ik er dan naar kijk, heb ik er zo gezin in. Maar ja. In the name of science, zullen we dan maar zeggen. Ik ben benieuwd hoeveel ik na dit uur weeg op de weegschaal. En die Chinese tomatensoep die ga ik nog eventjes opnieuw opwarmen. Die was super koud geworden, maar op de een of andere gekke manier heb ik daar nog wel zin in. Met een stokbroodje erbij. Dus die gaan we opwarmen en dan gaan we snel verder. Want dit is allemaal verspilde tijd. Ik heb ook helemaal geen zin in die donuts en die chocoladereep en weet ik het allemaal. Dus ik hou het lekker bij soep, stokbroodje en bananen. De laatste natuurlijk, een liter water. De laatste 50 seconden zijn ingegaan. Ik krijg het gewoon niet weg. Het uur zit erop. Ik voel me echt verschrikkelijk slecht. Rode wangen ook van een warme soep. Mobiel gaat weer uit mijn zak. Er is niks in mijn broekzak en dan gaan we wegen.
toch bijna 2 kilo. Dit is het eindresultaat. Bierbuik tot de max. Ik zet het niet uit, hè. Dit is... uitzetten. Dit is... aangespotten. En... uitzetten. En nu zijn we dan bij de volgende dag. Ik had geen auto of iets, helemaal niks opgenomen, omdat ik zo moe was na al het eten. Nou, de volgende dag, zoals jullie kunnen zien, is mijn gewicht gewoon weer naar beneden gegaan. Als je dat vergelijkt met het gewicht wat ik had gewogen nadat ik zoveel had gegeten. En weeg je daarom ook nooit in de avond, want ja, zoals je kan zien heeft het gewoon totaal geen nut. Daarom hoeft mijn gewicht echt niet per se te bepalen hoe jij er nou uitziet. En als je zo'n moment hebt gehad van dat je zoveel hebt gegeten... en je baalt van jezelf en je kijkt in de spiegel, je hebt een hele dikke buik als wat ik gisteren had. Geen stress, die dag daarna begin je gewoon weer opnieuw. En laat dat niet gelijk je alles voor je verpest. Niet dat je gaat denken van ik heb het gisteren toch al verpest. Als ik het vandaag verpest, dan maakt het ook niet meer uit. Nee, start dan wel gewoon lekker opnieuw. Niet aan gisteren denken dat het is geweest en gewoon weer lekker door knallen. Dit te hebben gezegd wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en laat even weten wat jullie vonden van deze video. Want dit is weer een ander soort video als wat ik hiervoor om heb gemaakt. En dit allemaal te hebben gezegd, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ciao.